We zijn nog steeds aan het defenden tegen de Water Tribe. Hij zit weer rustig mijn rampjes te slopen daar. Jullie weten wel hoe het ging. Mijn Stego is bijna dood, eindelijk. Maar ik ga even een manier vinden hoe ik hieronder ga komen om dus de hele cliff platform eronder uit te blazen, man. Het is goed geweest. Lang genoeg geduurd hier. Ik wil gewoon verder met mijn leven. Ik wil naar de island toe. Ik wil Giga stemmen. Dat vind ik veel belangrijker nou dan deze raid defense. Jong, laat me gewoon mijn rust. Oké? Alright, nou. Dat gezegd te hebben, hebben jullie al geabonneerd en geliked? Want het blijft natuurlijk wel gewoon epic hier. Ja, ik ga even kijken naar een weak spotje. Ik heb al één kanon hier staan. Oh, nee, Ark, waar ga je heen? Oh, hij zit weer een kanon hier op te schieten. Ja, voor mij mag je best elke hedgeframe eronderuit janken hoor, met je kanon. Maar dan ben je godverdomme lang bezig, pik. Dat is niet zomaar gebeurd. Hij heeft overal wat turrets staan, eromheen. Alleen daaronder is echt een weak spot, man. Die staat gewoon uit, die turret zelfs. Daar heeft hij overal een paar turretjes neergezet. Maar ik kan mezelf redelijk goed er tegen aankleven aan de onderkant als ik die twee dingen weer heb gesoopt. Dus ik denk dat ik gewoon weer even voor de rustige soap ga. Het verliep eigenlijk gewoon keigoed net. Die turrets waren al gewoon leeg, dus... Oh nee, mijn Stego is dood door een tech rex level 19. Oh mijn god. Oh, hij doet 3k damage? Hoe doe jij 3k damage? Hallo? Ga naar de grond. Oké, okay, en weer verder met de soak. Oké. Okay. Dan staat hij hierboven weer. Ik wil hem zelf gewoon netten. Oké, okay, ja. Even anders aanpakken hier. Ik ga even kijken wat ik ga doen met cannonballs. Ik ga even een paar kanonnen maken. Gewoon 4 of zo. Of 5. Met heel veel cannonballs. Vooral eerst even kijken hoeveel cannonballs ik ga maken. Want dan ga ik zelf ook maar gewoon voor de pussy manier. Ja, ik zeg het gewoon. Ik vind het pussy manier. Ik zeg het maar gewoon. I don't give a shit. Ja, zie dan maar even snel jouw cliff platform te repareren. Hè? Ja, daar kan hij niks tegen doen. Ik weet het. Ik denk wel dat ik genoeg materiaal heb om even 1000 cannonballs erin te knallen. Ik ben benieuwd hoeveel er al bij mij in heeft gejankt eigenlijk. Ik denk dat ik zelf een cannonballs heb liggen, joh. Ik wou toen in eerste instantie ook voor de oude Swamp Tribe. De oude beest daarvan. Wou ik toen eigenlijk ook mijn cannonballs doen. Ja, dat is een pushy manier, ik weet het. Maar ik denk dat ik ze nog wel ergens heb liggen. Maar ja, niet superveel hoor. 100 of zo misschien. Cannon. Oké. Okay. Nou, ik wil 3 cannons. Hè? Eh? Oké. Okay. We hebben 4 kanonnen in totaal. Nee, 3. Waar is mijn andere kanon dan? Nou, we hebben 4 cannons in totaal. En dan willen we cannonballs. Willen we er... Oh, toevallig. Ik kan 1000 cannonballs maken. Dan kost ik gewoon knetterveel metal ook. 80k metal, 4k obsidian, 30k gunpowder en 20k paste. Maar I don't give a shit. Ik heb nou wel 1000 cannonballs. Jezus. Rot toch op, joh. Godverdomme, man. Ja, dan gaat de hele hok voor jou eronder uit, ja. We gaan dezelfde manier doen. Oh. Dan gaan we piratenlevenstijl ook maar even... Even proeven hoe dat ook alweer was, hè. Ja. Dan zijn we zelf ook een piraat. Domme. Hier, dan pak ik even meteen de... Ceilings moet ik nog hebben. Daar hoef ik niet zoveel van te hebben, maar dat maakt allemaal niet uit. Want we zijn piraten. En als piraten gaan we deze raid winnen. Ja. Godverdomme, man. Echt. Hier, zo. Ik heb er al 500. Ja, dan maken we meteen extra kennis erbij. Dat kost wel echt veel materialen, man. Hier, gewoon 3 erbij nog. Hop. I don't give a shit. Hier, weer 3 kanonnen. Hier, 17 cannonballs nog hier. Hoppa. Ja, als het zo mot, dan mot het zo, hè. Ik had er gewoon 2 afleveringen geleden al moeten doen. Dat was ook gewoon direct afgelopen. Die weet ook. Dat slaat ik helemaal nergens op. Nou ja, die laat ik wel even liggen als backup, joh. Zou wel goed zijn. We gaan in ieder geval heel veel kanonnen erin janken. En ik vind het goed geweest. Klaar, afgelopen met de gezeik hier. Met mijn baas. Laat me gewoon een keer op mijn rust, man. Water Tribe. Zwamtribe. Allemaal. Je krijgt mijn toren niet kapot, maat. Ja, en dan? Heb je dadelijk je doorframe kapot? Er stort niet in, hoor. Een skeletal toren voor een reason. Nou, ik kan net zo goed hier gewoon verder omhoog bouwen, denk ik. We zetten hier nog zo'n rij neer. Zo, zo. Nou, dan is dit wel een mooie plek, denk ik, hè. Oké, nou, dan ga ik ook maar even rustig mijn kanonnetjes neerzetten, zo. Oké, nou, laten we beginnen met 5. Oké, even kijken. Raken we nou mooi dat ding? Ik weet niet wat ik nou raak, maar mijn tekst steken weer neer. Domme. Ik zet mijn dingen wel gewoon hoger neer. Nog hoger. Deze muren hebben net zoveel HP als een cliffplatform, dus jou het wel even vol, hoor. Geen stress. Hoppa, we gaan gewoon naar de horizon toe. Jezus, man. Kijk, kijk. Doe ik damage op dat ding? Ja, zeker. Ik doe damage op dat ding. Hoppa. Nou, hier 100 cannonballs in. Hier 100 cannonballs in.
Hier 100 cannonballs in en hier 100 erin. Nou, ze schieten wel op, toch of niet? Hoppa, 1000 eraf. Hey, we zijn piraten. Ja, cue de piratenmuziek. Onder dit epische raidstukje. Ja, hier. Hey, top, kijk. I don't give a shit. Hoppa. Oh, daar staat er dan maar één kanonnetje. Boem. Auw, zo. Nee. Oh, hij schiet zo. Hij schiet gewoon kapot oprecht. Holy shit. Kijk hem schieten dan. Ik ga gewoon nieuwe kanonnen maken. Dat maakt mij niet uit. Misschien komt een pilaar nou. Ik weet niet waar ik op schiet. Oké, okay, die heeft hij kapot. Die heeft hij ook kapot, maar ik maak gewoon nieuwe. Boeit me niet. Nee, ik kan het ook nog even iets moeilijker maken voor hem. Dan sta ik gewoon de kanon een beetje sneaky neergezet, weet je wel. Dan kan hij ze sowieso niet makkelijk raken. Of gewoon nog hoger. Ik ga gewoon nog hoger bouwen, fuck it ook. Nou, ik neem er gewoon 10 mee, hoppa. Dingen zijn ook zo mega duur, jongen. Dan ga ik gewoon even die doorframes ervoor zetten. S plus metal window frame. Zou dat lukken? Ik heb een twijfel, hoor. Ik denk het niet, maar... Dat is wel heel grappig. Oh, dit is ook wel een ding. Dit is wel een goeie, denk ik. Ja, deze wordt wel ziek, denk ik, wat ik nou ga doen. Misschien kan ik hem op mijn ramp zetten, zo. Dan kan ik schuiner omhoog schieten, weet je wel. Nou, dan blijft hij gewoon recht staan. Ja, dat red ik nooit. Kijk, als ik hem hier zo neerzet, die kanonnen, die kunnen niet lager schieten, snap je? Dus ik kan wel omhoog schieten. En dat is... Ja, dat is prettiger. Oh, hij stond hier bovenop. Ik zat aan een grapple. What the fuck? Kijk, hij schiet met een kanon daarop. Oké, kijk, keuze. Ja, wordt er echt Pirates of the Caribbean hier? Volgens mij... Werkte net niet. Fuck. Ik raak iets. 35. En die zeggen dat ik maar 35 damage hierop doe. Nee, dat kan niet. Net ik veel meer damage, man. Veel meer. Oh, wacht. Ik heb een idee. Oké. Ik zit sowieso... Oké, dat is heel goed. Wat ik nou ga doen, dat is gewoon kei slim. Zo'n big brain. Ik ga gewoon naar achter bouwen. Dan kom ik uit zijn line of sight, weet je wel. En dan kan ik gewoon hier kanonnen neerzetten, want als het goed is, redt hij dat dan niet zo goed. Zou hij er wel redden. Oké, ik doe wel goede damage hier in ieder geval. Zo, ik doe op één ding nog heel veel damage. Ik weet niet wat het is, maar het is echt gemixte damage wat ik hier doe. Het is super droog, jongen. Deze hele reet, man. Wat is dit, man? Oké, dan moet ik even uitkijken dat hij mijn kanonnen nou weer niet gaat raken. Ja, dat gaat wel goed. Het doet wel gewoon prima damage zo, weet je. Hij heeft nog problemen met aimen op mij. Zie jij, raakt me niet. Kijk, hij zit nog 85k. Ja, het wordt gewoon even schieten. Dat is niet zomaar gedaan, hè. Nee. Ja, dan zet ik hier gewoon nog even een kanonnetje neer. Maakt het wel gewoon even iets makkelijker. Nou, hoppa! Wat goed het. Kan ik ook via de voorkant lopen, zo? Ja, ik raak wel alles. Ja, ik zie dat hij weer terugschiet, maar dat heeft toch even genut. Oké, okay, nog 72k HP, man. Ik zit ook zo'n pilaar te raken hier. Dat is niet handig. Welke raakt die pilaar? Dat is deze, denk ik, of niet? Nee, die niet. Oké, okay, dat gaat weer hartstikke goed. Hoppa. Ik zie de kanonskogels hier overheen vliegen, man. Ik ga stuk. Ik ga echt stuk. Ik weet niet of ik genoeg heb in 1000 cannonballs, eerlijk gezegd. Ik krijg nog meer moet craften. Oh, nee, eroverheen. Doei, doei. Ja, ze raken wel gewoon allemaal platform, of niet? Ja, ze raken allemaal platform, nice. 58k nog, we zijn bijna op de helft. Speedy! Nee! Fucking defense unit daar beneden! Oh, daar gaat Speedy met chillen pterodon. Ah, nee. What the fuck? Die defense unit heeft al zoveel kills gemaakt bij mij. Echt niet normaal, man. Dit zijn er zoveel. Komt weer aan. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Oké. Okay. Hij heeft wel een paar kanonnen gesloopt. Oh mijn god, echt waar. Ja, biertje erbij, C4. Flink aan het rushen zo. Oh, twee defense units hier, tuurlijk. Even kijken. Deze kan sowieso weg. Oh, er zijn heel veel kanonnen kapot. What the fuck? Hij heeft er één C4 kunnen gooien die letterlijk niet eens raak was. En net heeft hij volle bak alles eronder geplakt en toen gebeurde er dan niks. Nou, neem maar even al die cannonballs mee sowieso.
Dan heb ik ook al mijn kanonnen al staan, dus... Oh, 3 kanonnen gaat eigenlijk gewoon net zo snel, man. Oké, 2 kanonnen gaat net zo snel, man. Oeps. Je binnen ook? Ja, rot toch op, man. Hoe kom jij nou hier binnen? Cannon. Nou, ik wil er weer 5. Cool. Nou, dan hebben we weer een boel cannons. Ceilings zijn wij nog op. Oké, dan neem ik ook even bullets mee. Tak, tak. Tak, tak, tak. Oké. En dan hoop ik dat die een generator range staan. Oké, nou. De turrets staan aan. Ik doe even copy settings. Turret options. Players only. Zo. En dan doen we gewoon even to all turrets in range. Dan is dit gedefend. En dan kan hij niet zomaar meer met die stinkgrappelhoekje onderkomen. Dan kan ik hier weer rustig kanonnen neer gaan zetten. Hoppa. Hij heeft hem geripeerd. Oh mijn god. Gaan we het echt zo doen? Op deze manier? Hem echt repairen, gast? Oh, 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 oh. Ja, als de prijs er hoog houden, dan kan hij waarschijnlijk niet repairen, maar ik weet niet zeker. Oké. Dan gaan we weer. Het oneindige kanongeschiet gaat weer beginnen. Yes. Oké. Nou, ik ga even een tech generator erbij halen. Meer kanonnen. En ik ga er ook gewoon tech turrets opzetten. Nou, ik heb er nog 2 liggen. Een beetje heavies erbij zo. En dan is het gewoon waterdicht hier. Volgens mij is hij gewoon erbovenop geland met iets. En heeft hij ook gewoon allemaal cannonballs genakt. Nou, de generator die staat. Doe ik daar even mijn element in. Zo, activate power. Dan kan ik hier bovenop ook meteen even turrets plaatsen zo. Nou, dan kan ik hier rustig al mijn freaking kanonnen weer neer gaan zetten. Hij is daar wel bezig, ja. I don't give a shit. Zo. Is this the best pirate you ever seen? Ik deed 9,5k damage op iets. Ik wist ook gewoon dat het ging gebeuren, dat het ging repareren. Echt erg. Dat blijft wel gewoon heel grappig, man. Even kijken, 85k. Heeft hij hem nou echt gevonden? Oh mijn god, hij heeft hem echt gevonden. Fuck, ja. Ik moet in ieder geval een pressure houden. En ik moet snel op en neer, mocht een keer het moeten repareren. Tuurlijk vindt hij hem, hè. Echt waar. En dan kan hij hem dadelijk weer repareren, zeker. Ja. Oh, ik heb geen backup kanonnen meer. Ja, ik heb nog 1 backup kanon. Die backup kanon moet ik even gebruiken om het irritant te maken. Ja, dan is het wel te doen. Dan moet ik daar gewoon even nieuwe kanonnen maken. Ik doe dit gewoon even met dode gemak hier. Zo, mijn turret die blokt de kanon. Oh, mijn tech turret voor de win. Nice. Ja, maar hij heeft dadelijk toch alle tijd om gewoon shit te nakken, man. Oh, nou gaat hij dingen bouwen. Ja. En dan komt die timer weer aan zijn eind. Oei, 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 oei. Kan ik niet met mijn tech rifle even snel een beetje schade aanrichten? Ik ga er gewoon dwars doorheen, man. Wat is dit? Ja, dat is zo stom weer, jongen. Echt. Even kijken. Even snel eentje neerzetten. Okay, volgens mij krijgt hij wat damage, ja. Ik doe ergens knetterveel damage op. 2 met 8k. 2 met 3k. Volle bak raak ook, jongen. Echt. Oké, okay, ik raak hem volgens mij weer, of niet? Ja, ik raak hem weer. Nice. Ik raakte hem. Ja, dat is ongemakkelijk. Volgens mij lukt het hem niet om mij te raken. Nee, lukt hem niet. Nice. Is ook mis. Ik ga het onderdoor. Oh, ik heb hier een mooie spot gevonden, joh. Oh ja, die is al kapot. En die ook. Nice. Dat is zo vervelend, ouwe. Ik moet een nieuwe kanon hebben. Dus maar dat hij niet gerepareerd kan worden, dat is echt het hele ding. Of ik moet gewoon steeds suicide gaan duiken met een rocket launcher. Rocket launcher bier. Dan krijg ik hem ook al kapot, denk ik. Die cooldown die maakt hem niet af. En dat is het hele kut, hè. Veel vlak en veel bier. Tak, 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 tak. En tak, 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 tak. En dan kan ik net zo goed gewoon met tech fish gaan doen. En dan moet ik even snel die kant op. Even die cooldown timer weer resetten. En dan ga ik maar gewoon voor de moves. Fuck it. Hopelijk kan ik 2 raketten schieten steeds. En uiteindelijk zal ik toch kapot gaan. Oké, ik heb hem geraakt. Dat is mooi. Oké, ik ga weer even snel die cooldown resetten. Oké, dat is mooi. Nou kan ik in de aanval. Oh, go, go, go. Dit duurt al zoveel te lang, jongen. Echt niet te doen. Alles hierin. Go, go, go. Heel snel ook. Zo, zo, zo. Ik heb alleen een biertje nodig. Een beetje element voor mijn tech fist. En een rocket launcher. 2 rocket launchers, denk ik.
Ja, laten we eerst gewoon... Ja, dit is goed. Tak, tak. Oh, hier zitten al twee raketten in. Oh, mijn hele set is kapot, wacht. Dan moet ik even snel mijn tech downloads. Fuck, nee. Nee. Nee, dit is kut. Want daar vraag ik de parachute natuurlijk. Daar gaan we. Ik word gewoon opgetild. Ik word opgetild, ouwe. Holy shit. Oh ja, mijn tech glove stopt er gewoon mee. Mid-air, letterlijk. Holy shit, ouwe. Nou, dit is ook geen waterdicht plan dus. Dan weet ik dat ook weer. Eentje met een beetje percentage, ja. Oh, hij is weer gehield. Oh, ja. Oh. Jezus, dit is wel echt de meest saaie fucking raid events die ik ooit heb gedaan in mijn leven. Oh, yo. Ja. Nou, wat gaan we er eens van maken? Ja, ga je nog een kanonnetje schieten, joh. Ja, nog maar 6000 is de hele toren weg, gek! Oh, ik ben al twee keer zo dichtbij geweest om dat hele ding op te blazen. Ah, mensen, bedankt voor het kijken. Er lijkt om nog een aflevering aan te komen. Ik moet even kijken hoe ik dit nou even makkelijk kan oplossen. Ik ga het, ik moet even wegspelen wat hier allemaal op staat. Nou, mensen, tot de volgende! Yay!